We hebben gebouwen geschouwd, we hebben ondernemers geschouwd. Vanuit onszelf om te kijken hoe het is, maar we hebben ook mensen benaderd. Gezien van nou, daar is iemand met een rolstoel, gaan we even op af en even vragen van nou, hoe vindt u het hier in Doesburg? Hoe ervaart u de winkels, gewoon de wegen, de stoepen? En ja, daar hebben wij een uitgebreid onderzoek naar gedaan en uiteindelijk een verslag, een rapport gemaakt en dat is vandaag overhandigd. Toegankelijkheid moet voor iedereen zijn, voor de Doesburgers, maar ook voor de mensen die hier naar Doesburg komen. Doesburg is een redelijk toeristisch stadje en dat betekent ook dat alle voorzieningen toegankelijk moeten zijn, dus daar wordt ook hard aan gewerkt. Alle stoepen hier zijn al jarenlang aangepast en de hele binnenstadinrichting is aangepast. Maar zo'n onderzoek houdt ons weer scherp om te kijken van waar zitten nog weer de verbeterpunten. Zorgen dat er geen dingen op de stoep komen te staan waardoor mensen er niet langskomen of andere onderwerpen. En daar zijn we erg blij mee. We zijn ook blij dat we er goed uitkomen, zeg maar. Dus Doesburgse binnenstad en de ondernemers hebben het goed gedaan in dit rapport. Doesburg komt er in die zin goed uit dat de ondernemers heel bereid zijn om mee te denken. En heel graag hun panden aan willen passen. Maar Doesburg is een oud stadje, een historisch stadje. Dus ook heel erg beperkt in de mogelijkheden. We kunnen niet zomaar van alles aan gaan passen, dat mag gewoon niet. Dus daar is het heel erg beperkt in en dat maakt het wel heel erg lastig. Ja, toegankelijkheid is niet alleen een concept wat door de politiek moet worden aangepakt. Nee, het is echt een samenleving. Ik vind wel dat de gemeente of de overheid daar wel een regierol in mag hebben. Dus we mogen steeds ook ondernemers blijven aanspreken. We zullen ook zeker onze eigen gebouwen steeds moeten blijven testen. Die komen er gelukkig ook goed uit. De gemeente is wel een initiatiefnemer daarin, maar je moet het samen doen en dat overleg is er ook op allerlei fronten. Voert de gemeente dat ook allemaal goed uit? Nog niet, maar ik denk dat we aan het begin staan en ik denk dat er nog een weg te gaan is.